Het Koninkrijk van Henry Darger is de nieuwste voorstelling van Thomas Janssens met topacteurs Lin van Rooyen en Peter de Graaf over de wereld van de kluizenaar uit Chicago die na zijn dood tonnen kunst en geschriften naliet. Henry Darger, geboren in 1892, gestorven in 1973. Een Amerikaan, teruggetrokken, onderhoudsman in ziekenhuizen. Heel zijn jeugd in weeshuizen en gestichten gezeten en heel zijn volwassen leven gekuist. En hij wordt 80 jaar en hij leeft in een piepklein kamertje zonder keuken of wc. Hij moet naar het openbaar toilet om de hoek van de straat enzovoort enzovoort. En wanneer dat hij sterft, ruimen zijn huisbewaarders zijn flat op en vinden ze tegen de 100.000 pagina's aan geschriften en over de 400 schilderijen. Die worden nu voor €700.000 per stuk verkocht. Dorothy, dat is de eerste non die ik ontmoette met gevoel voor humor. Maar ze wist het zelf niet. Ze liet mij haar appartement zien. Het is niet groot, maar iemand gelijk jij heeft weinig keus natuurlijk. Openbaar wc is om de hoek en de meubels die krijg je van de vorige huurder. De vorige huurder was door het raam gesprongen. En die had tegen de nonnen gezegd dat ze zijn lichaam mochten opstoken en dat ze zijn assen zouden erven. In eerste instantie was het de beschrijving van zijn leven dat me zeer interesseerde. Dat was ook de eerste tekstversie die ik op tafel had gelegd, die we met z'n allen hebben gelezen. En door daar rond samen te werken, werden we met z'n drieën ook geïnteresseerd in die twee huisbewaarders die dat werk in de openbaarheid hebben gebracht. En zo kwamen we dan, kwamen we wel tot het thema erkenning, aandacht, succes, roem. Wat maakt iemand tot een kunstenaar of niet? Is dat iets dat je zelf beslist? Is dat iets dat iemand anders u toeschrijft? En we gooien al die vragen op, maar we beantwoorden eigenlijk geen enkele. Nee, de antwoorden zijn niet interessant wat dat betreft. Hè. Maar we sturen die dan wel allemaal terug naar huis met die vragen. Dus dat vind ik wel goed. Dat zag er af iets hebben ook om. Zeker toch in deze tijd, hè, waarin algemeen wordt aangenomen dat het leven maakbaar is. We zijn of een winnaar of een loser, dat vindt iedereen normaal. Terwijl ik denk, is dat zo? Mm-hmm. Zijn er alleen die twee mogelijkheden? Zo, en dat zijn dingen, ja, als je begint in te leven in het materiaal dat we spelen, dan kunnen dit soort beschouwingen bovenkomen. En dat is op zich interessant. Kijk door het spionnetje op meneer. Ik zal u helpen, want je kunt hier niet blijven. Wat wilde jij doen? Probeer dus zo zielig mogelijk naar het exemplaar van de tovenaar van Oz te kijken dat ze mij ooit gegeven hebben.